Vandaag maken we dit, koffie met de V60. Maar hoe doen we dat? Laten we beginnen. Vandaag gaan we filterkoffie maken. Filterkoffie met de V60. Wat hebben we daarvoor nodig? De V60, een glas, een maler, filters, een weegschaal, heet water en natuurlijk het belangrijkste, koffie. Vandaag gaan we deze Single Estate Brazil Samambaia maken. Het is een anaerobe koffie van de Catucai variëteit. Smaakomschrijving is aardbeien, meloen, merengue. Laten we eens kijken hoe die smaakt. Als je je koffie hebt, moet dat natuurlijk gemalen worden. Dat kan je vragen aan de leverancier van jouw koffie, maar dat kun je ook zelf doen. Met een handmaler of als je die hebt, een elektrische maler. Gebruik altijd een weegschaal. Dan kun je dingen afwegen en doe je dingen altijd precies hetzelfde. Zoveel gram koffie op zoveel gram water en je gaat nooit meer mis. Per 100 ml water gebruik ik 6 gram gemalen koffie. Ik wil een kopje van 200 ml maken, dus ik wil graag 12 gram koffie hebben. Dan willen we nu de koffie gaan malen. Bovenin gaan de koffiebonen erin. En dan kun je malen. Nou, zoals je hoort, als je geen weerstand meer voelt en hoort, dan ben je klaar met malen. Als je je koffie gaat zetten, wil je zorgen dat het papieren filter eerst nat wordt gemaakt. Anders kan het namelijk nog een papiersmaak afgeven. En het voordeel is dat je gelijk je kopje en de V60 voorverwarmt om zo warm mogelijke koffie te krijgen. Het overtollige water even aan de kant. En dan kunnen we de gemalen koffie toevoegen. Zorg dat de gemalen koffie gelijkmatig verdeeld is over de V60. Zorg dat je in je gemalen koffie een kuiltje maakt. Voeg zometeen de dubbele hoeveelheid water toe van het aantal gram koffie. In dit geval is dat 24 gram. Dat doen we om de koffie te laten ontgassen. Start dan ook gelijk je timer. Na het toevoegen van het water zorg je dat alle koffie goed nat is door het even rond te draaien. Dan laat je het voor ongeveer 30 tot 45 seconden ontgassen. Dan kun je het water er weer bij gaan schenken. Doe dat niet te snel, maar ook zeker niet te langzaam. Je schenkt hem vol tot 200 ml. Nou zit de V60 helemaal vol. Dan laat het even iets zakken en dan geven we het nog een kleine draai, zodat alle koffie die aan de zijkant vastzit naar beneden kan. Na ongeveer 3 minuten moet je koffie klaar zijn. Als dat nog niet het geval is, dan weet je dat je de volgende keer de maalgraad van je maler iets grover moet zetten, zodat het iets sneller kan doorlopen. Ging het nou juist veel te snel, dan moet je de maalgraad iets fijner zetten. Als alle koffie er doorheen is gelopen, zet je even de V60 weer apart op een schaaltje, zodat die nog iets verder kan uitlekken. En dan kun je genieten van je kopje koffie. Laten we de koffie proeven. Zeker meloen proef ik. En in de verte ook wat aardbei. Nou is de koffie nu nog heel heet. Maar als je hem wat laat afkoelen, dan komen wat meer zoete smaken naar voren. Dus laten we het zo meteen nog een keer proeven. Ik heb hem nu wat laten afkoelen. Laten we kijken of de koffie wat zoeter is geworden. De zoete smaken komen wat meer naar voren dan daarnet. Zeker weten meloen, zeker weten aardbei. Heerlijke, lekkere koffie.